Het tweede verlies van Feyenoord in eigen huis dit jaar. 70-84 tegen Basketbalacademie Limburg. Toon van Helfteren, je hebt er zwaar de P in volgens mij. Dat klopt. Waar zat het hem in dat bal te sterk bleek vandaag? Ik wijd het aan het feit dat we vanaf het begin achter de feiten aangelopen hebben. Omdat we geen enkele agressie aan de dag gelegd hebben vandaag. Kijk, de Amerikanen hebben een mooie uitdrukking voor. Going through the motions. Nou, dat was het vandaag. Oké, we zijn er. We spelen een wedstrijdje. En of we nou, die indruk kreeg ik tenminste van de groep. Of we nou winnen of verliezen, dat maakt niet zoveel uit. We zijn, ja, als je vervolgens het wedstrijdbeeld terugziet op de scouting, op het papier, de scouting zei, ja, we zijn op alle fronten afgetroefd door Weert en niks de nadelen van Weert. Maar kijk, als wij pretenties hebben om bovenin te willen blijven spelen, dan moeten we met name de thuiswedstrijden tegen deze concurrenten moeten we zien te winnen. En ik heb vandaag voor het merendeel van de groep niet het idee gekregen dat ze er echt alles aan gedaan hebben. Was daar ook misschien in te herkennen het feit dat het niet goed gaat met Jeroen nog steeds, dat hij nog steeds last had van de griep, nog niet helemaal 100% was en ook Willem Brandwijk ontbrak. Speelt dat nog een rol in de groep en misschien ook in de agressie? Of is dat niet zo? Nou, kijk, dan gaan we zoeken naar de reden waarom het vandaag zo matig was. Dan zeg ik, en ik wil het eigenlijk niet als excuus gebruiken, maar we zijn al minstens 2 weken lang. 2 weken geleden speelden we in de Helden. Die wedstrijd sleepte dan nog net uit het vuur, gelukkig. Daar was het zonder Jeroen. En Willem heeft toen nog wel gespeeld. Maar vervolgens, vanaf dat moment hebben we nooit meer compleet getraind. We staan hier met 6 man. We staan hier met 7 man. De blessures van die 2, van Jeroen en Willem, dat is 1. Tussendoor een kleine blessure, ben ik even kwijt. Maar ook ziek. Alsteen was tussendoor nog geblesseerd. Ja, Rydell is ook ziek geweest, dagenlang niet op de training geweest. De jongens van onder het 21, die moeten de meeste dagen van de week naar school nu. En die zijn er niet. Dus zoals gezegd, al 2 weken lang hebben we niet meer kunnen oefenen wat je hier dus moet doen. En dat is 5 tegen 5 spelen. Het is 3 tegen 3, het is 2 tegen 2, een enkele keer 4 tegen 4. Maar dat is niet het echte spel. En van de week tegen Zwolle, afgelopen zondag, was het natuurlijk iets ander verhaal. Maar ook daar spelen we tot in het. Bij rust was het nog acceptabel, 8 of 9 punten. En zelfs ergens in het eind derde kwart was het nog steeds die stand. Maar vervolgens gaat de kaars uit, is het op. En vandaag ook. 1 punt achter bij de ingang van het vierde kwart. Dan denk je van, nou, het moet nog steeds kunnen. Maar we worden gewoon met 14 punten weggespeeld. En nogmaals, geen excuus. Weert heeft heel goed lopen spelen. En dat hebben zij afgedwongen. Maar nogmaals, wij hebben op geen enkele manier daar echt tegenstand aan geboden. Nee, oké, dat brengt dan nog wel de vraag op van, ja, hoe nu verder? Nu heb je altijd wel gewaarschuwd voor hoogmoed. Dus altijd wel realistisch gebleven. Nog 1 competitiewedstrijd dit jaar en 1 bekerwedstrijd. Ja, toch een beetje de clichévraag, maar ik ga hem wel stellen. Met welk gevoel ga je die wedstrijden nog in? En ja, wat daarna? Want het proces komt denk ik voor. Nou ja, kijk, daarna, dat is. Kijk, je gaat natuurlijk heel simpel niet met een goed gevoel de volgende wedstrijd in. Punt. Wat je eraan kan doen, weinig. We hebben 1-2 trainingen tot aan zondag en weer ongetwijfeld incompleet. Dus we blijven wat dat betreft voorlopig even doorsukkelen. Ik had gehoopt vanavond hier te kunnen winnen. En dan, kijk, zondag spelen tegen een concurrent. Een uitwedstrijd, dat is een iets ander verhaal nog. Had ik gedacht. Goed, vanavond lukt niet. Dus eigenlijk moet je zondag al dit proberen goed te maken. Wat niet mee zou vallen. Want je blijft met hetzelfde zitten. Te weinig spelers op de training. Willem die niet mee gaat doen. En Jeroen die wel zou zijn. Maar ja, zoals die vanavond er was, helpt het ook niet echt. Dus het lijkt bijna op even uitzingen en dan en hopelijk dat we na de kerst dat we het op kunnen pakken en dan dat we dan vervolgens wel compleet gaan zijn om weer te kunnen doen wat we moeten doen op de training. Okay. Toon van Helfteren, dankjewel en succes. Oké, dank.